klopt daar kinderen, hoor wie klopt daar kinderen, hoor wie tikt daar zachtjes tegen het raam. Goedemorgen! School die wil graag Sinterklaas vieren, die wil kerstfeest vieren. Daar hebben ze muziek bij nodig. En wat er dan gebeurt is dat er een inval op de manier van de Stasi of de FBI, weet ik veel. Ze binnenkomen vallen en dan zeggen ze we willen even controleren of alles in orde is. En dan denk ik, ja, zo ga je toch niet met scholen en met kinderen om. Vindt u dat Buma eigenlijk een beetje te ver gaat? Ja, ik vind echt dat het te ver gaat. Moeien ze zich mee? Laat die kinderen gewoon zingen wat ze zingen willen? Nee, vind ik niet. Ik vind het, laat het Sinterklaas lekker met rust. Er is een gesprek is geweest tussen mij en de vertegenwoordiger van deze organisatie. Dat is een stroefgesprek geweest, dat mogen duidelijk zijn. Heeft hij iets gevonden waar u nog voor moest betalen? Dat is dus het geschil wat we dus hebben. We vinden dat we dus onderwijsgerelateerd materiaal gebruiken. Bij Buma Stemra denken ze daar anders over. Dat die Buma Stemra zo vervelend die school binnenvalt, dat al die kinderen geschrokken zijn, dat daar een opsporingsambtenaar binnenkomt om te kijken of er wel heffingen zijn betaald. Nou, daar gaan we vragen over stellen. Het lijkt mij dat het duurder is om zo'n man in te huren dan om de boel te fixen, zeg maar. Volgens mij is het inderdaad vele malen duurder om hier even een reisje heen te doen en dan dat ze inderdaad überhaupt wat ophalen. Ik vind dat ze dat ook op een andere manier kunnen doen. Je kan het op een andere manier controleren. Die kinderen vieren gewoon Sinterklaas en dan moet je niet dat verstoren.